Wat we nodig hebben is een ander Europa. Er is hier te veel bureaucratie opgebouwd. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de Europese agentschappen. Dat zijn nu al meer dan 30 organisaties die studeren op allerlei onderwerpen, zoals defensie, opleidingen en gendergelijkheid. Niemand zit te wachten op die studies, maar in totaal kosten die agentschappen wel ruim 2 miljard euro per jaar. Daar wil ik het mes in zetten. Veel van die agentschappen kunnen worden opgeheven, andere kunnen gefuseerd worden en dat bespaart ons per jaar 500 miljoen euro. En dat brengt een ander en een beter Europa.